naam Salahuddin heeft een hele sterke islamitische connotatie. Ja. Welke rol had islam op dat moment? Toen jij voor mij. Ja. Once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, you change your attitude. Once you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you go on into some action. Nee, eigenlijk de vragen waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, is één, waar komt Abid vandaan eigenlijk, hè? Voordat het Salahuddin werd? Weet je dat, hè? Ja, ja. Want je hebt natuurlijk wel heel veel gesproken over de scene zelf en dat je daaruit bent gegaan. Ja. Ik ben geïnteresseerd een beetje van, niet zozeer om anderen te leren, maar om begrip te krijgen van, maar hoe deed je dat? Want voor mij is het zo van, eerste keer toen ik je zag was met Wu-Tang en Silver Rings. Ja, klopt. En dat is zo van, dat gebeurt sowieso niet. Ja. Oké. Geen zo. Ik ga beginnen, ja. Geen van. Oké. Mijn broer begint eigenlijk met de intro, maar ik denk dat ik gewoon ga zeggen dat ik ben de broertje van Bilal. Is de eerste ook voor jou? Dit is voor mij de eerste. Ja. Mashallah. Ja. En, privileged. De reden daarvan is omdat ik gewoon iets langer ken natuurlijk. Ja. En ik denk dat mensen mij kennen van de podcast die ik met mijn broer heb gedaan. En eigenlijk waar ik met jou wil beginnen is inderdaad, een van de broeders hier die vroeg jou van, ben jij Salahuddin de rapper? Ja. En dat vond ik interessant, want hij was onzeker of jij dat was. Ja. En voor mij is dat natuurlijk wel, als ik je niet zou kennen, maar ik zou je zien, dan weet ik van, Salahuddin de rapper. Ja. A.k.a. Abi Toensi, of andersom eigenlijk. Hè? Ja. Ik wil eigenlijk weten, is voordat jij Salahuddin werd en nu eigenlijk de voormalige rapper Salahuddin was, hoe kwam jij in de rap game terecht? Want voor mij, zoals ik net ook zei, is het was van Salahuddin naast Wu-Tang, naast Silver Rings. En dat is niet hoe meeste mensen beginnen. Dus gewoon om een idee te krijgen van wat jouw backstory was. Mijn backstory was als een jong kind een soort van passie hebben voor muziek. Dat begon eigenlijk al heel vroeg. Ik weet nog dat mijn vader die had een bandje van Eric B. en Rakim. Jouw vader? Ja, mijn vader, ja. Jouw vader was een hip-hop head? Kunnen we dat zeggen? Nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk dat hij die tape gewoon ergens vandaan had gehaald. Maar hij lag daar. Dat was in die tijd dat je natuurlijk cassettebandjes en ze zaten. Is dan niet vanzelfsprekend, toch? Daarom ik ben een beetje verbaasd. Ik ken niet veel. In de jaren 80, hè? Dus, in de jaren 80, als ik kijk naar mijn vader of mijn ooms, dat zij een raptape hebben liggen. Nee, het gekke is, mijn vader luisterde echt naar alles. Ja. Ik denk dat hij van ABBA tot aan Bob Marley tot aan, weet je, en volgens mij heeft hij het bandje ergens bij iemand geript of gekregen. Of in ieder geval, ik weet niet hoe het in zijn handen is gekomen, maar het lag daar en mijn oog viel er direct op. Omdat, ik weet nog heel goed dat het hoesje, er zaten twee hele stoere gasten, die zaten met een soort van custom-made Louis Vuitton outfit. Dapper Dan, inderdaad. Zaten ze op de motorkap en de teksten die daar was ik eigenlijk nog helemaal niet echt bewust van. Maar ik vond de ritme vond ik heel interessant. Het was altijd één ding wat mij heel erg aantrok. En dat was follow the leader. Mm-hmm. En dat was dan zeg maar een van de phrases die ook op het bandje stond. Ja. Goed, dat was denk ik mijn eerste contact. En ik denk in het eindjaren van de basisschool had je... klinkt gek, MC Hammer en Vanilla Ice. Met welk jaar praten we nu? Nu praten we over 1990 zo. Ja, 1990. Okay. En Criss Cross kwam toen voorbij. En je had in die tijd allemaal van die soort van semi-rap-achtige house. KLF en Snap en dat soort dingen. En ja, goed, in die tijd was geloof ik ook een beetje Yo MTV Raps. Dat was toen Dat is dan een soort van mijn eerste aanraking. Ja, en dat was voor mij echt één keer in de week. Ja, en ik wachtte er ook de hele week op. Want het was gewoon echt een week lang wachten om je video recorder erop te zetten. Ja. En een uur lang op te nemen. En, dat was de beginning. En vanuit daaruit ben ik er eigenlijk altijd mee bezig geweest. Ik had iets minder gevoel voor school. Heel veel gevoel voor schrijven.
ja, ik denk dat dat een soort van escape was. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 12 was. Mm. En volgens mij was dat mij een soort van toevlucht om van me af te schrijven. En dat begon in het Engels. En volgens mij wist ik niet eens wat ik schreef in het Engels. En dat is langzamerhand... Weet je nog waar de eerste teksten over gingen? Ik weet het echt niet meer. Als ik het nu... Beetje bragging en boasting meestal, toch? Ja, dat sowieso. Maar ik kan je wel zeggen, het ging echt nergens over. Dus grammaticaal, of het Engels gezien, was het allemaal nonsens, om het zo te zeggen. En ja, ik denk dat ik... mijn interesse begon meer te ontwikkelen. Doordat ik, nou ja, de Wu-Tang luisterde ik ook naar. Dat was dan in 1993. Snoop, Dr. Dre kwam toen uit. Maar ja, goed, dat was een groep. Dat vond ik heel interessant. Want dat kwam op Yo MTV Raps. En er was een groep onder de Wu-Tang, de Sons of Man. En die hadden een nummer met I Am. En I Am was een Franse groep. En ja, dat was de eerste keer dat ik los van het Engelstalige zeg maar rap hoorde in een andere taal. En dat vond ik heel interessant. Omdat ik dacht van, hey, het is dus wel mogelijk om in een andere taal te rappen, weet je wel. Ja. Zelfs Frans verstond ik niet, maar ik vond het gewoon heel interessant. En ja, goed, toen... hoe oud was ik toen? 13, 14... Toen dacht ik, weet je wel, ik ga gewoon verder met schrijven. Ik vond het gewoon leuk, weet je. Ja. Toen op mijn 18e begon het echt vormen aan te nemen. Dat ik dacht van, oké, weet je, ik schaf een microfoon aan. Ik schaf een goede computer aan. Ja. Eigen beats maken? Nee, ik had toen Concrete, die maakte destijds de beats. Ja. En die heeft ook voor Win en voor Jurek destijds allemaal de beats gemaakt. En toen begonnen we eigenlijk eerst in het Engels. En... toen hadden we zoiets van, nee man, je gaat het nooit winnen van mensen die de taal dagelijks leven, zien, de ontwikkeling meekrijgen, de slang spreken. Dus je was niet speciaal genoeg. Dus ik dacht van, weet je wat maakt mij nou wel speciaal? Was het een positioneringsding eigenlijk? Of was het ook van, Engels is niet geloofwaardig? Misschien ook? Ja, ook niet geloofwaardig ook, weet je. En, je gaat het nooit beter kunnen doen als je de taal zelf niet leeft. Ja. Weet je, je kan de taal wel spreken, maar je leeft het niet. En dat is toch wel een ander ding, weet je. Je loopt toch een soort van 10 jaar achter met je vocabulaire, hè, in vergelijking met jongens die de vocabulaire zeg maar uitvinden. Je volgt constant een ander. Ja, precies. Dus vandaar dat ik ook zoiets had van, ja, weet je, het is... This ain't me, weet je wel. En tegelijkertijd dacht ik ook van... I'm an Arab, weet je. Ik ben Arabisch. En dan ga ik in het Engels. En in die tijd was het al best wel gevoelig, die twee werelden. Dus waarom zou ik iets doen wat... weet je, precies tegenovergesteld is van mij? Ja. Nou, toen dacht ik, weet je wat, we gaan over in het Arabisch. En voordat je overging naar Nederland? Ja. Ging je eerst naar Arabisch toe? Ja. Was er toen al iets? Waren er toen al mensen bezig? Er waren heel weinig mensen bezig. Ja. Maar dat was het ook, omdat er nog niks was. Terwijl er speelde heel veel. Hmm. Je had tons of onderwerpen of material waar je het over kon hebben. En, ik zou zeggen, heel veel verhalen die nog niet verteld worden. Ook dat. En, maar aan de andere kant, in de loop der tijd, dan kom je natuurlijk achter dat... Arabisch is een hele rijke taal. En ik sprak voornamelijk Derija-Arabisch, dus niet Fosha-Arabisch. Al zou ik het Fosha-Arabisch echt onder de knie hebben, ja dan had ik denk ik wel echt wat kunnen doen. Hmm. Dus het was nog steeds beperkt. Maar goed, het klonk goed. Op een of andere manier kwam ik in aanraking toen met Silver Rings. En die luisterde ernaar en die heeft toen aan RZA laten horen. En die zei van, hey, lijkt het je wat om met ons mee te gaan, met toeren. Nou, en dat was eigenlijk de beginning. Ja, want toen was je nog niet echt bekend? Of, nee, het was... begon, het,
Ik was eigenlijk meer bekend vanwege mijn optredens. Want mijn optredens waren in het Arabisch. Niemand verstond er wat van. Ja. Maar iedereen ging all out. Iedereen die had echt zoiets. Dit was van, een beetje word of mouth tijden natuurlijk. Ja, hè? Precies. Dus, was er al iets van een social... Was er al iets? Was er geen partypeeps in die tijd? MSN tijd, oké. Dat is de original social media. MSN, partypeeps inderdaad. Maar dat was... Nee, maar dat zijn wel... Hoe je achterkwam van wat er eigenlijk gaande was. Hè? Precies. Ah, het was een hele andere voorlopers, tijd. Voorlopers, ja. En daarna kwam pas MySpace en dat soort pages, zeg maar. Als ik daar nu aan terugdenk, van jeetje, de tijd is snel gegaan. Ik had een keer een workshop gegeven en toen vroeg iemand van, ja, hoe was jij begonnen? Ja. Dus ik zei ook van, ja, ik had ooit op MySpace zet ik al mijn designs. Ja. Dus, en ik zag gewoon aan hun gezegd dat ze niet wisten wat MySpace was. Ja. Dus ik vroeg hen van, oké, welke social media zitten jullie op? En op dat moment was Facebook al niet meer een ding. Okay. Dat was al op Instagram. Ik zei, ja, maar die groep leerlingen was 15, 16 jaar. Mm-hmm. Maar ik zag hun leraar wel echt knikken van, oh ja, MySpace, ja. Die kende ik. Dat dacht ik van... Ja, dat ik heb mijn doelgroep even verdiend. Dat was het begin, zeg maar. Ja. Dus ik denk ook dat dat... In dat tijdperk speelde dat eigenlijk een rol. Hmm. Maar het was ook nog niet iedereen had een computer. Ja. En los van... Kijk, tegenwoordig heeft iedereen een telefoon. Ja. In die tijd had je dat ook niet. Weet je? Ja. Dus het was niet zoals in deze tijd... dat je heel makkelijk bij de muziek kwam. Ja. In die tijd bracht je ook nog echt cd's uit. Ja. Ik weet nog echt dat wij... Ik ken echt nog tijden dat zeker met toeren... dat ik een week lang cd's aan het branden was... om ze als het ware op shows te verkopen. Ja, stickertje erop plakken en een hoesje laten printen... en shirts laten drukken. Dat was een hele andere tijdperk. Als designer was dat een van mijn eerste aantrekkingskrachten. Want als ik dan een album zag, eerst dat ik de hoes eruit haalde. Artwork. Voor mij wat ook, zit erin? Ja, maar ook wat er allemaal in stond. Ja, zit er lyrics bij? Wat voor design zit erbij? Terwijl tegenwoordig is daar, alles vanaf. Het is anders, zou ik zeggen. Alles gaat eerst... Ik vond het interessant om credits te lezen. Van wie had die beat nou gemaakt? Wie had het gemixt? Wie had het gemasterd? Wie bedankte hij altijd? Weet je? Of, snap je? Het is gewoon heel interessant. Zo kwam je namelijk ook achter bepaalde dingen. Van oké, die persoon heeft ook invloed gehad op dit album. Dus goed, in deze tijd... ik denk dat het ook allemaal veel sneller gaat tegenwoordig. Ja. Nee, soms vond ik grappig dat je dan achter de echte naam van de rapper komt. Oh, hij heet eigenlijk zo. Dat is een heel andere persoon is dat opeens. Het zou wat zijn dat ze echt zo moesten heten. Dus. Ja. Opeens denk je bijvoorbeeld Jay-Z. Heet hij Sean Carter? Ja, dat is wel gek om hem Sean te gaan noemen. Ja. Maar jij gaat van... Oké, jij begint... Jij slaat gewoon Nederlands over. Je gaat naar het Arabisch, wat best een bold move is. Opeens sta je met de Wu-Tang in het voorprogramma. Ja. Wat geen grap is, want... Ja, hoe oud was jij toen jij... Ik was 23. 23 en toen ging de wereld rond met hun eigenlijk, toch? Ja, 42 landen. Ja, heel veel landjes. Heel veel plekken. Hoe was dat, zeg maar? Het is heel bijzonder. Het was bijzonder om... laat ik het zo zeggen. Het was bijzonder om voor een jongen die opgroeide met vanuit een wijk waar eigenlijk vrij weinig was. Dat ik mee kon gaan op tournee. En je kreeg een soort van 5-star... behandeling. Dus je werd opgehaald met de limousine als je aankwam. Het was, je moet je voorstellen dat alleen al de weg richting het toeren, dus dat je met je koffer in de lift staat waar net iemand heeft gepist, om het zo te zeggen. Het is gewoon een hele andere wereld. En je komt aan bij de plek van bestemming en je paspoort wordt ingenomen. Er wordt op een andere plek dan de normale toeristen je stempel afgegeven. Limousine staat klaar. De rode eten. Is uitgerold. Het was gewoon totally different world. En je wordt daar ook nog eens... soms werd je gewoon met escort naar het hotel gebracht. Er staan in één keer honderden mensen op het podium... of op het vliegveld voor je te wachten. Het is gewoon bizar. En daar stonden ze natuurlijk niet altijd voor mij. Maar je was daar wel een onderdeel van. Want dat is een beetje dat voorprogramma is, toch? Van is, ja. Is, ik had met de RZA had ik in het begin een voorprogramma. Toen heeft de RZA ervoor gekozen om mij te integreren in zijn show.
omdat mijn show gewoon heel sterk was. En toen zei hij tegen mij van, in plaats van 5 à 6 tracks, doe je 3 tracks, maar dan zit je midden in mijn show. Dus ik kreeg gewoon een spot midden in zijn show. Wat betekent dat? Betekent dat hij tijdens jouw show roept hij jou on stage? Ja, dat was het ook. Meestal liepen wij al het podium op samen met hem, maar bleven we wat meer op de achtergrond. Dat is weer een upgrade van het voorprogramma. Ja, het was, ik weet nog heel goed, we hadden in Frankrijk, dat was een van de eerste shows. Grote Arabisch-talige publiek natuurlijk. Ja, ook, maar ze verstonden er bijna niks van. Weet je, het gaat meer om de energie, vibe. Je merkte dat, dat de eerste, ik weet nog heel goed, we hadden om 5 uur 's middags, een heel aparte tijd, hadden we de eerste show. En om 10 uur hadden we de tweede show, omdat het uitverkocht was, de eerste show. En toen merkte RZA dus gewoon van, yo, weet je, niet zozeer I'm stealing the show, maar weet je, deze beats zijn ook hard, weet je wel. En, hij maakte gewoon zijn show beter. Dus hij dacht van... Ja, hij had zoiets van, you know what, weet je, kom maar op. En de rest was history. En zo ging het eigenlijk de hele tour rond. Kijk, wat ik het meest bijzondere vond aan de tour is dat ik op plekken kwam waar ik als jongen nooit van had kunnen dromen dat ik daar kwam. Ik werd meegenomen naar alle historische plekken in de wereld, weet je, van Cairo, de pyramid scene, tot de Acropolis, tot aan Rome in de Colosseum. Weet je, we gingen naar de Kremlin. Weet je, ja, dat was gewoon van... ik vond geschiedenis nooit leuk en ik begon het nu in één keer interessant te vinden, omdat ik werkelijk op al die plekken kwam waar ik alleen maar in boeken naar keek. Het doet wat als je het gewoon ziet, hè, voor je. En je ziet historie. Ook qua ontwikkeling. Ja. Weet je hoorde ook verhalen, je werd ook meegenomen. Je krijgt natuurlijk een soort van solo tour door allerlei gidsen. En RZA die had natuurlijk sowieso al een hele grote interesse voor historie en kunst en dat soort dingen. En, ja, dat was voor ons ook gewoon heel goed om dat mee te krijgen. Hoe ontwikkelt dat voor jou als persoon als je die tour hebt meegemaakt? Je bent 23 jaar. Ja. Kom uit Alphen aan de Rijn toch, als ik het begrijp. Ja. Kom je terug. Ik denk voordat je terugkomt. Dus, je bent daar, je ziet al deze plekken. Ja. Hoe kom je terug inderdaad? Ja, hoe kom je terug? Wacht even, hoe lang duurde dat? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Het verschilde. De ene tour duurde 6 weken, de andere tour duurde 4 weken. Maar het was ook echt werk. Ik weet nog echt dat we een tour hadden van 4 weken, waarvan 28 shows. Dus je had bijna elke dag een show. Elke dag een show en elke dag in een andere plek of andere land. En soms duurde het 3 weken en dan had je 3 shows. En was het gewoon 2 weken vakantie en weet je. Maar de langste is geloof ik wel 6 weken inderdaad. Dat was wel echt. En het waren elke keer timespans, weet je. Want ik ging geloof ik in een jaar tijd toerde ik met RZA. En daarna toerden we met Raekwon. En daarna toerden we met de hele clan. Dus weet je, we gingen en daarna hadden we nog een Killer Bees tour. Dus het ging best wel vaak achter elkaar. Ja. Dus zodra je terugkwam. Ja, je moest gewoon echt wennen. Want je zat in een 5-sterren hotel in Argentinië, in Buenos Aires, waar je nogmaals heel goed wordt ontvangen. En dan kom je weer terug in de hood, om het zo te zeggen. Ja. Het is gewoon een wereld van verschil. Soms durfde je niet eens te praten met je eigen buurtgenoot, omdat het is een andere wereld. Ik wou dat net gaan vragen. Ja. Is de mensen om je heen, die zien dan, Abi, die gaat de wereld rond, toert met grote artiesten. Ja. Komt hier terug. Voor hun blijf je altijd de same. Tuurlijk. Weet je, ze vonden het wel bijzonder. Maar voor mezelf was het soms ook, weet je, ik had te maken met sommige gasten die de blok niet verlieten. En dat waren gewoon vaak jongens die in de handel zaten. En ja, die kunnen hun plek niet opgeven, zeg maar. Dus het enige wat ze kennen is de buurt. En alles wat daarbuiten is, weet je, ik bedoel, alleen een uitje naar Amsterdam of Den Haag, dan moest dat echt heel noodzakelijk zijn, weet je. En dan kon ik kon wel hele mooie verhalen gaan ophangen, maar weet je, je kon het ook met heel weinig mensen delen. Daarom deelde ik dat soort dingen met hun rings of met andere jongens waar we mee toerden. Ja. Weet je, bepaalde dingen kun je alleen maar delen met dat kleine cirkeltje die dan meemaakt. Ja. Ja, dat is apart. Ja. Nee, want ik moet een beetje terugdenken aan
ik was toen natuurlijk ook jong en ik zie dat natuurlijk vanaf een afstand. En wat ik dan zie is een rapper uit Nederland. Die lijkt op mij en mijn vrienden. Hè? Ja. Same background. Mm-hmm. Die zijn moslim. Ja. Heeft ook een naam wat uitstraalt van... Hè, wat zegt ik ben moslim. Hè? Ja, ja. Ook wat heel, heel erg over nagedacht. Ja, ja, ja. Misschien kan je daar... Ja, ik kan gissen waar het vandaan komt. Maar misschien kan je daar... Ja, ik had als kleine jongen... Had ik altijd wel... mijn neef die vertelde mij altijd verhalen. En dat waren dan voornamelijk islamitische verhalen. Hij komt uit Nederland, je neef? Nee, hij woonde in Marokko. Okay. Dus, maar als ik naar Marokko ging, dan zaten we met elkaar. En ja, het is een soort van campfire stories, weet je. Dus dat is alsof je met elkaar zit. In die tijd keek je minder tv, hè? Ja, ja. Met het gezin. En dat waren dan verhalen. En wat mij heel erg bijbleef was het verhaal van Salahuddin Ayyubi. Ja. Dus waar ik me natuurlijk... absoluut niet aan wil meten, maar metaphorically speaking, om het zo te zeggen, vond ik dat het meest erbij passen. Hmm. Ik zag mezelf niet zoals een Dr. Abid of een weet je, Dr. Dries of IJs nog wat, weet je. Ja, ik had daar geen affiniteit mee. Het moest iets zijn wat ook binnenkwam. En het grappige was toen ik dus Nederlands begon te rappen, is dat iedereen dus eigenlijk best wel moeite mee had met uitspreken. Maar aan de andere kant vond ik het ook heel, heel fijn. Want mensen leren de naam opnieuw kennen. Want de naam is niet onbekend. Alleen heel veel mensen in deze tijd, die kennen de naam gewoon niet. Klopt. Dus maar als ze verder gaan zoeken en vroeten, dan zullen ze erachter komen dat het iemand is die heel wat heeft betekend voor onze gemeenschap. Ja, ja, ja. Dus, en als je het naam hoort, dan... voel je een bepaalde kracht als je de verhalen kent. Ja, maar ik kan het vergelijken met een Tupac of met eigenlijk alle outlaws die bepaalde namen... Ja, Gaddafi, Napoleon. Ja, precies. Ja. Dus die hadden allemaal bepaalde namen die ergens voor stonden. Ja. Die hadden allemaal een geschiedenis. Dus ik vond het heel belangrijk om een naam te hebben die gewicht had. En dat had het dan ook. Ja. Had jij dus dan van, als zij mijn naam opzoeken of gaan vragen, dan heb ik een verhaal... Ja, ik denk dat het ook wel in die tijd, misschien was het ook wat, weet je, je moest ook wat interessanter zijn. Weet je? Ja, je moest gewoon een diepere betekenis hebben dan, ik weet niet, gewoon twee initialen of ik weet niet. Mag ik vragen, wat was zeg maar de rol van, de naam Salahuddin heeft een hele sterke islamitische connotatie. Ja. Welke rol had islam op dat moment? Toen jij voor mij. Ja, goed, ik ben als moslim opgevoed. Ja. Zeker door mijn moeder ben ik heel islamitisch opgevoed. Mijn vader was vrij liberaal. Maar goed, het deed er niet onder. Ik, Ramadan, het bidden, dat was gewoon thuis wel het geval. Ja. Alleen ja, je wordt wat ouder. Je komt in aanmerking met of je komt in aanraking... met een cultuur die dat minder heeft. Je interesse wordt daardoor getoond. Of tenminste, je interesse wordt daardoor gewekt. Het was er wel, maar het was er ook niet. Je kan zeggen wat je wilt, maar zodra je met... zeker in dat wereldje bezig bent... is het heel moeilijk om te combineren. Ja. Om beide te combineren. Het komt gewoon omdat je het nachtleven... verdovende middelen... vrouwen. Je kan overal nee tegen zeggen, maar je komt niet op die plekken zonder in dat wereldje mee te gaan. Klinkt gek. Ik denk het is altijd van of jij verandert de omgeving of de omgeving verandert jou. Ja, en dat eerste is moeilijk. Ja. Zeker als beginnende artiest. Ja. Weet je, je gaat niks veranderen, man. Ja. En ik denk dat er zijn veel grotere artiesten dan mij geweest die er helemaal niks aan hebben kunnen veranderen. Ja. Een paar zegt over Michael Jackson en Tupac. En het zijn geen mensen die wat hebben veranderd daarin. Ja. Weet je? Maar natuurlijk in de scene zitten er ook nu heel veel andere moslim muzikanten, rappers. Ja. Ja. Hebben jullie het er dan ook over van, hoe combineren we dat? Tegenwoordig heb ik vrij weinig. Ik bedoel, ik heb het helemaal opgegeven nu. Ja. Ik doe er ook echt helemaal niks meer mee. Ik heb ook geen contact met heel veel artiesten of dergelijke, omdat het niet meer mijn leefwereld is. Maar dat verschilt. Kijk, ik ben misschien van een oudere stempel. En ik zie mezelf niet het podium bestijgen. Terwijl
ja, ik zie geen combinatie. Nee, het is voor mij, misschien is het heel zwart-wit. Maar het is gewoon heel lastig te combineren. Want de mensen die jou boeken, die boeken jou. En jij hebt totaal geen controle of daar bijvoorbeeld alcohol wordt geserveerd of niet. Dat betekent niet dat je zelf moet drinken. Maar als je in een zaal staat waar 20 mensen alcohol lopen te nuttigen, heb je toch een aandeel erin. Ja, goed, dat geldt ook voor de dames die daarop afkomen. En weet je, ik wil daar gewoon geen aandeel in hebben. Ik maak even sprongen, want jij was op een gegeven moment gestopt. Ja. Jij kent mensen in de scene. Hoe hebben zij erop gereageerd? Hebben zij überhaupt gereageerd? Ja, nee. Ja, sommige mensen zeggen, weet je, ik kreeg meer vanuit mijn eigen gemeenschap te horen van een goede keuze. Vanuit de scene, vrij weinig. Maar dat komt misschien ook omdat er geen begrip voor is. De ene zal zeggen, ja, maar je kan het wel combineren. Ik weet dat er een aantal waren die zeggen van, ja, maar weet je, het is wel een hele drastische verandering. Maar ja, goed. Soms zijn drastische veranderingen ook echt nodig om jezelf terug te vinden. Ja. Dat had ik ook echt nodig. Ik ben een beetje verbaasd. Ik weet niet, ik verwacht dan, als je collega's hebt, ja, ik weet niet, misschien was je niet meer echt close met collega's. Sommige mensen, er waren artiesten die zeiden van, hey, gewoon echt, ja, mashallah, knap van je, weet je. Ja, dat is een hele moeilijke stap. Maar ja, de reden waarom ik het ook naar buiten wou dragen, is het om mezelf ook gewoon absoluut een punt achter te zetten. Als ik voor mezelf stoppen en ik zou het tegen niemand zeggen, is de kans groot dat ik gewoon heel snel weer die microfoon zou pakken. Ja. Nu heb ik gewoon gezegd tegen de hele buitenwereld, ik stop ermee. En ik stop er ook mee. Ja, ja. Want ik weet nog dat ik toen jou een keer tegenkwam in Rotterdam, ik weet niet of dat ik kan herinneren. Ja. En toen had ik je na een hele lange tijd gezien. Ja. En ik vroeg jou van, hey, was het nodig om mensen te vertellen van, je was al een beetje, ja. Je had eigenlijk al mensen laten weten van, ik ga niks meer doen. Enigszins door niet meer actief te zijn. Ja. Vroeg ik me af van, hey, was het nodig om heel actief te vertellen van, ik neem afstand. Maar toen had je me dat ook verteld, inderdaad. Ja. Van, hey, het is heel erg nodig. Je moet voor jezelf afstand nemen van alles wat je hebt gedaan. En dus zo zie ik een spijtbetuiging. Zo zie ik ook gewoon dat je aan de fans, hè, die altijd naar je muziek luisterden, toch een soort van boodschap moest meegeven van, luister, weet je, wil je mij echt supporten? Don't listen to my music. Ja, ja. Dat is hoe je mij helpt. Weet je, als je mij respecteert voor de artiest die ik was, als we het beste voor jou hebben en willen jou helpen. Ja, dan heb ik liever niet dat je naar mijn muziek luistert. Ja. En er zijn mensen die tot de dag van vandaag misschien nog steeds nog niet eens weten dat ik ben gestopt. Die me af en toe tegenkomen en zeggen van, hey, wanneer komt de nieuwe album? Het gaat er niet meer komen. Ja. Om even, zeg maar, niet zozeer een sprong te maken. Kijk, als een rapper, ik vraag me soms af, hè, als een rapper stopt of je hoort niks meer, vraag me altijd van, wat doen ze? Gaan ze gewoon naar een kantoorbaan? kan je überhaupt, ja. Vooral zeg maar, het aantal podia wat jij hebt gedaan, hebt geperformd, is, wat doe je daarna? En je was toen al bezig met jongerenwerk op dat moment. Ja. Hè? En toen was je volgens mij ook net uit de muziekscene. Dus ik neem aan dat je dan jongeren tegenkomt die jou kennen. Ja, heel veel. Ik werkte toen in de jeugddetentie. En bijna 50% van de jongens die had mijn cd op zijn kamer. Ja. Dus dat was ook een van de redenen dat ik dacht van, oké, je maakt een bepaalde muziek voor ja, destijds dacht je van, je komt op voor een bepaalde gemeenschap. Representation. Ja, weet je, het was er in die tijd niet veel. Je kon ze echt op één hand tellen. Ja. Ik werd al blij als ik een moslimnaam op een aftiteling zag. Ik wist niet wie die persoon was, maar precies. Ik dacht gewoon, hey, moslimnaam. Ja, precies. Dus het was ook heel wat. Goed. Ik had te maken met jongens die die niet altijd even lief waren geweest. En soms had muziek daar ook een invloed op. En dan pas zie je wat voor muziek, wat voor invloed het kan hebben op jongeren. Zeker op zwakkere broeders en zusters kan het een hele grote invloed hebben. Hoe oud zijn deze jongens? Waar je tussen de 15 en 23. Het was een jongereninstelling met de pijnmaatregel. Dat zijn jonge TBS'ers. Oké. Er zitten sommige jongens echt vanaf hun 15e tot hun 23e vast. Als je zegt jonge TBS, waar moet ik aan denken? Van wat hebben geweldsdelicten, zij gedaan? Voornamelijk geweldsdelicten. Ja. Het verschilt van echt van moord tot aan
drie keer in het jaar iemand van zijn telefoon rippen. Ja. En vraag je hun dan van, hey, mijn muziek... Nee, hun wisten vaak... Het mooie van het had ze ook natuurlijk zijn voordelen dat ik daar werkte. Want je hoeft je hier vaak niet eens te voorstellen. Tuurlijk, ja. Je had een bepaalde credibility. Maar dat had ook natuurlijk zijn nadelen. Omdat jongeren die zie je toch ook gedeeltelijk als een rapper. Maar ja, weet je, in die tijd was het ook mijn functie om jongeren iets mee te geven. Vroeg jij hun rechtstreeks van, hey, hoe heeft muziek of mijn muziek jou ontwikkeld of bijgedragen aan waar jij nu bent? Zeker. Maar soms hoefde hij het niet eens te vragen. Ja. Vaak kwamen ze er zelf al mee. Ja. Ik heb een torrie geslagen terwijl ik een track van jou in mijn oordopjes had, weet je. Of weet je, in de tijd dat ik hosselde, draaide ik hosselde keihard in de auto. En, weet je, het zijn allerlei referenties die jongeren hebben met muziek. En de ene geeft het kracht, de ander voelt het wanneer hij zich emotioneel gevoelig is in zijn kamer. Luistert hij naar een bepaalde track waar hij misschien een bepaalde affiniteit mee heeft. Het kan de troost zijn voor sommige jongeren, maar het kan ook de trigger zijn voor sommige jongeren. Dus op dat moment begon ik ook echt in te zien van, de dingen die ik zei worden soms ook verkeerd geïnterpreteerd. En het probleem is, het is mijn gemeenschap die er ook onder leidt. Dus de kracht lag me ook gewoon van, wil ik hier ook wat aan doen? Dan moet ik bij mezelf beginnen. Ben je daarna begonnen met, bijvoorbeeld toen had je een stuk, heette Het Spijt Me. Was dat daarna? Ja, dat was allemaal daarna. Want toen dacht ik ook echt van, weet je, het heeft zo... Ik was in die tijd was ik ook bezig met een soort van derde Nederlandstalige album. En ik was heel erg nauw met een jongen die heel erg in het crimineel circuit zat. Die zat niet in de gevangenis, maar ik had dagelijkse interviews met hem. En die kwam te overlijden. En ik weet nog heel goed dat hij tegen mij zei van, hey, weet je, ik ben eigenlijk opgegroeid met jouw muziek, weet je. En heb je nog een album voor me? Toen gaf ik hem een album en... Ja, een paar dagen later was hij dus overleden. En ik wist dat hij in de auto die album had. Dit was zijn broeder? Ja. Dus om aan te geven dat heeft wel gewoon bepaalde invloed. En dan denk je van, ja, maar dit is niet het voorbeeld wat ik, weet je, wil geven. Ik wil stereotypen niet meer versterken. Ja. En zeker in die tijd had je al heel snel die stempel, weet je. Ja. Ik dacht dat ik voor iets uitkwam. Of opkwam voor een bepaalde gemeenschap, een islamitische gemeenschap. Terwijl mijn iman was op dat moment juist het meest zwakke. Ja. Dus... Ik denk dat ook wel weergeeft is hoe graag wij ook mensen willen zien. In het mainstream of welke podium van dan ook. Weet je, die soort van je kan vertegenwoordigen. Of hè, je kan hun verhalen om een beetje jezelf terug kunnen zien. Op noem het tv of in een beetje andere kunstvormen. Ik denk dat het ook een stukje is van, wil je anderen educeren, dan moet je zelf echt educated zijn. Ja. En dat ben ik niet. Ik zou ook nooit pretenderen dat ik, ook al zou ik de kennis hebben, zou ik niet pretenderen dat ik alle kennis heb. Dus de kennis is er al. En dat was dus zeg maar mijn uitgangspunt. Dat ik dacht van, ja, weet je, waarom doen we zo moeilijk? Die kennis is er. We hebben het al vanaf jongs af aan met de paplepel meegekregen. Ja. Alleen, ik moest altijd denken aan een broeder die altijd tegen mij zei van, we hebben een heel mooi cadeau gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Mooiste cadeau die je eigenlijk kan wensen. Ingepakt en al. En wat doen wij ermee? Ja, ingepakt en al leggen we hem in de kast. Op, ja. Weet je? Klinkt onlogisch, zodra je eigenlijk een cadeau hebt en maakt hem open, dan wil je hem zo snel mogelijk lezen en nog een keer lezen. En weet je, die kennis is er al. Ja. Dus wat is mijn toevoeging? Er is geen toevoeging. De enige toevoeging die ik kan bieden, is het praktiseren in wat daar staat. En dat meegeven aan mijn broeders, mijn kinderen, de mensen om me heen. Want daar begint het bij. Ik kan proberen de wereld te redden, maar... Ik bedoel, Michael Jackson die verkocht 100 miljoen cd's met We Are The World en Let's Make It A Better Place. Maar het is nog steeds niet a better place. Nee. Maar ja, je hoopt toch... Ja, het zijn muziek of wat het ook is. Misschien ook zo'n gesprek is dat je iemand triggert om na te denken. En soms heb je natuurlijk de resultaat niet in je eigen hand. Maar wat ik wel
Kijk, ik begrijp nu ook beter waarom jij heel actief bezig was om mensen te vertellen van ik ben gestopt, luister niet, dit is hoe je mij gaat helpen. En want ik kende de backstory niet van wat je net vertelde. En er was ook nog niemand hier in Nederland die misschien dezelfde switch had gemaakt. Ik merk het ook. Laat ik wel heel vooropstellen dat ik wel echt bevoorrecht ben om dit allemaal te hebben mogen meemaken. Ik ben wel zeer dankbaar dat ik het heb mee mogen maken. Anders had ik die punt misschien nooit gezet. Want ik kom nu nog steeds broeders tegen die misschien vanaf die tijd dat ik al bezig was, nu nog steeds bezig proberen te zijn. En misschien in die tijd niet de mogelijkheid had om alms uit te brengen, om te toeren. Die zie ik nu nog steeds vechten. Niet zozeer in een industrie, maar tegen zichzelf. Weet je? In welke zin? Wil je wat doen voor je gemeenschap? Wees dan ook een goed voorbeeld. Ga niet braggen. Weet je, dat braggen over wat? Over alles, maar zeker materie. Weet je? Ik vind het zeer interessant hoe onze gemeenschap, en het klinkt misschien gek, maar onze gemeenschap is bijna nu het meest vertegenwoordigd in de muziekindustrie wanneer het gaat tot populaire muziek. En wij zijn alles vergeten. Er wordt drank gepromoot alsof het heel normaal is. Er wordt over vrouwen gesproken alsof het heel normaal is. Het zijn, weet je, dat zijn onze voorbeelden. Ja. En wil je een voorbeeld kunnen zijn? Kijk, voor sommigen die komen er misschien op een later moment achter, maar het is gewoon heel belangrijk dat, een goed voorbeeld, ik was ook niet bepaald een held daarin, maar ik wist er altijd wel van, als ik bijvoorbeeld een jointje rookte, zorgde ik er altijd voor, ik zou het nooit in de publiciteit doen. Weet je, ik zou het nooit laten zien, want weet je, ik wil niet met mijn zonde te koop lopen. Terwijl ik bedoel, ik zondigde volop met het maken van muziek, maar tegenwoordig is dat allemaal, weet je, en. Ik wil een vraagje daarover. Ja. Het doet me denken aan een mutual friend, was Omar Afendum. Ik vertelde hem een keer van, hey, weet jij dat Salahuddin gestopt is? Ja. En wat hij tegen mij zei is van, ik weet natuurlijk niet hoe goed jullie elkaar kenden, maar hij zei iets interessants. Hij zei, Salahuddin kon heel goed Salahuddin van Abid scheiden. Ja. Hij wist wie Abid was en hij wist wie Salahuddin was. Als een de performer en de persoon. En dat had ik soms ook met jouw muziek. Hè? Ik had soms van, dit vind ik tof, want dit gaat over het leven wat ik om me heen zie. Niet zozeer ik leef dat, maar het is een beetje een documentaire van wat zie ik om me heen. Natuurlijk, elke kunstvorm is een beetje glorified. Maar ik zag ook dingen van, dit wil ik totaal niet naar luisteren, want dit is, Ik herken dit niet. Dan, en een van de broeders zei hier ook van, je hebt ook een heel mooi lied gemaakt over je moeder. Dat het paradijs onder haar voeten ligt. Hoe ging dat samen dan eigenlijk voor jou? Dat is een contradictie. Ja. Vergeet niet, als je bezig bent, heb je ook mensen om je heen. En dat zijn verschillende mensen. Ja. Dat zijn soms mensen die totaal niet vanuit een islamitisch perspectief nadenken. Ja. Die denken alleen maar scoren. Dus wil je scoren, moet je bepaalde dingen doen. Dan maak je ook hele absurde keuzes. Je kan een nummer maken over je moeder, wat heel erg appreciated is. Maar het kon ook heel makkelijk over vrouwtjes en bitch gaan. En ik denk dat die contradictie er altijd bij elke artiest wel is. Ja. Elke persoon zou je kunnen zeggen. Ja, elke persoon. Alleen de ene draagt het meer uit, precies, dan de ander. Maar ja, je kon het vergelijken met How Do You Want It en Dear Mama, weet je. En destijds zie je het kwaad er niet van in, totdat het naar buiten is. En dan pas denk je van, weet je, het is misschien niet zo'n, weet je, het is een bad move geweest. En nogmaals, vanuit een bepaalde gemeenschap gedacht, denk je er niet zo snel over na totdat het gebeurt. En dan pas zie je ook gewoon de invloed. Is het toeval dat je jongerenwerk ging doen? Nee, ik had het altijd wel een beetje het gevoel dat ik wat met jongeren wou doen. Maar ik had wel zoiets van, dit trekt me het meest aan. En ja, ik werk nu nog steeds iets minder met jongeren, maar wel op een afstand.
Maar het maatschappelijke trekt mij altijd gewoon heel erg aan. Ja. Niet zozeer alleen jongeren, maar het maatschappelijke trekt me aan. Ja, wat ik wel interessant vond van jou, ik had bijvoorbeeld ook kans op een keer Napoleon, die natuurlijk ook heel bekend is, dat hij met Tupac heeft getoerd. Ja. En op een gegeven moment gestopt is en praktiseert moslim is geworden. Ik vroeg hem van, oké, geen muziek, ik begrijp dat. Maar je hebt nog steeds dezelfde talenten van het schrijven, performen. Dat heeft ook niet iedereen. Kan jij diezelfde skills inzetten op een andere manier? En zijn antwoord was, hij zei, ik wil heel graag een spoken word album droppen. Mm. Hij zegt maar, ik weet dat ik te zwak ben als ik eenmaal de studio inga. Dat, hè, hij zei, ik weet, ik wil een beat erbij. Ik weet, ik wil een dit. Want hij zei, ik zie dat al voor me van hoe ik dat als een track ga uitbouwen. Hij zei, om die reden, omdat ik mezelf ken en mijn zwaktes, blijf ik ook weg van het spoken word. Ik zei, nou, ik begrijp dat. En dan weet je, iedereen moet die keuze voor zichzelf maken. Maar ik vond het tof van jou om te zien. Je hebt zo van, oké, dit dan niet, maar ik pak wel diezelfde skills. Ja. En voor mij is het heel erg een designer / vormgever. Ja. De verhalen moeten nog steeds verteld worden en op vele manieren. Jij hebt dat alsnog gepakt en je dacht van, weet je wat, ik ga spoken word doen. Ja. Ik ga clips maken. Ja. Je gaat gewoon door. En dat, dat heb je een tijdje gedaan en toen ben je daar ook... Ja, ik ben er vorig jaar toen eigenlijk mee opgehouden. Ja. Dat had ook te maken met, ik wil gewoon steeds minder in beeld. En ik kan heel veel verhalen vertellen. Maar dat kan ik ook gewoon rechtstreeks. Ik vind op een of andere manier... ik vind het prettiger om minder achter de camera te staan. Of tenminste voor de camera te staan. Omdat, ja, I've been there, done that, weet je. En het is genoeg zo. Ook wat betreft de spoken word. Ik schrijf nog af en toe regelmatig wel eens, maar... ik weet niet, misschien word ik er... Weet je, ja, het is voor mij, als het niet over mijn geloof gaat, dan is het, is het not done. Ik kan over alles schrijven, maar... en het belangrijkste is, en dat vergeten mensen vaak, je moet er echt voor zorgen dat je ego niet in de weg komt te zitten. Ja. Want je kan het vergelijken met een single droppen, en dan wil je daarna nog een single droppen, en je wil daarna nog een video droppen, en dan gaat ego meespelen van, ja, ik moet, maar ik moet helemaal niks. Klopt. Weet je, ik moet bidden op tijd. Dat is wat moet. Ja. Weet je, ik moet mijn kinderen eten geven. Dat is wat moet. Dat is iets waar ik heel erg voor probeer te waken op dit moment. Van, ik moet ervoor zorgen dat ego niet de rol krijgt hierin. En dat is de reden dat je achter de camera wilt staan? In plaats van niet zozeer achter de camera, maar gewoon... niet als in het regisseren van jouw verhalen zonder... Ja, ik zou dat liever willen doen dan... maar aan de andere kant denk ik ook van, ik wil eigenlijk... ik vind het leuker om, weet je, als we met een klein groepje hier zijn, om zoiets te doen, dan dat ik het echt moet doen, omdat andere mensen het heel erg graag van mij wensen. Duidelijk. Dat is misschien ook... Je bent nu een kledinglijn begonnen natuurlijk. Ja, ook. Een aantal maanden geleden ben je daarmee gelanceerd. En omdat ik daarmee samen heb gewerkt met jou, vragen mensen mij van, ja, wie zit daarachter? Ja. Dan moet ik het altijd vertellen. En zeg ik, ja, ik zei, Abitunsi. En ik zei, is dat bekend? Ja, vroeger was hij rapper onder Salahuddin. Zat hij, oh, serieus? Ja. Doet hij het? Het is natuurlijk voor hen een beetje toch van, ik ken hem van zijn muziek. Ik waardeer zijn skillsets. Mm-hmm. Oh, als hij fashion gaat doen, ben ik heel erg benieuwd wat hij uit gaat brengen. Ja. Dus dat geeft een bepaalde kwaliteitsstempel, als je begrijpt. Van puur omdat mensen weten hoe serieus jij was met elk type werk wat je hebt gedaan. Ja. Weet je, het zijn muziek, jongerenwerk, je hebt podcast gedaan. Ja. En nu All In Into Fashion. Ja. Dus je moet dat toch een stukje meenemen altijd. Hè? Dat stukje gezien is dat mensen, weet je, they can connect the dots. Van wie zit erachter en wat doen ze? Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet belangrijk. Want dat begrijp ik. Voor mij is het meest belangrijke dat de kleding er is. En dat de kleding ergens voor staat. Ja. Ik ben alleen het middel, om het zo te zeggen. En ik ben er ook heel voorzichtig mee. Voor mij is het niet... draait het niet om mij als designer of bedenker
van het merk. Voor mij gaat het er meer om van het is er. Hoe kan ik iets doen voor de umma? Ja. Hoe kan ik iets toevoegen aan onze gemeenschap zonder dat het schadelijk is? Ja. Maar ook hierin moet je heel erg gaan denken in ego. Weet je, ben je de... Ik wil denken aan die Shug Knight, die weet je, all up in de video's. All up in, weet je wel. Dus ik wil absoluut geen model staan voor mijn kleding. Ja, weet je, ik wil niet het gezicht zijn van de kleding. Het klinkt misschien heel gek. Het is enigszins ook gek als je kijkt naar... je hebt een Virgil Abloh, je hebt... Ja, elke lijn heeft een grote designer. Ja. Wiens naam wordt gekoppeld ja. aan het fashion. En dat is... Ja. Eén ding wat volgens mij Mastur ook zo interessant maakt. En daarnaast is, je zegt ook uitdrukkelijk dat het modest fashion is. Ja, maar dat is het. Kijk, het woord Mastur ja. betekent ja, bescheiden, safe, of in ieder geval covered. Ja. Dus het draait niet, het moet niet draaien om de person of de designer, of het moet draaien om de kleding. En ja. zelfs de kleding is, weet je, het moet ook niet zozeer zijn van, oh, wat een mooie kleding. Nee, het is gewoon kleding die toepasselijk gebruikt kan worden om je salat te verrichten, maar tegelijkertijd dat je even later een vergadering kan bijwonen. Ja. En op zo'n manier voeg ik wat toe aan de umma. En iemand kwam pas naar me toe, die een goede, het was eigenlijk een, en toen dacht ik er ook echt zo over na van, iemand die zei van, heb je deze lijn al gezien? En ik zeg, ja, ik ken die lijn. Hij zegt, ja, is echt mooi. Hij is een goede broeder die erachter zit. Ja, niet eens dat. Maar hij zegt tegen mij van of moet ik wachten tot jouw wintercollectie uitkomt? Dus ik zei tegen hem, ik zeg, broeder, weet je, doe wat jij goed voelt. Kijk, ik zeg, als je hem support, ja. ik zeg, dan heb ik eigenlijk al het gevoel dat je mij ook support. Want, ja. snap je, zo zou het moeten zijn in onze umma, weet je. Ja, ja, ja. En terwijl als je het vergelijkt met de muziekindustrie of wat voor industrie dan ook, dan zou het al meer zijn van, hey, heel erg comparative. Hey. Weet je, ik zou nog even wachten tot de wintercollectie eraan ja. komt. Maar nee, je steunt de umma. Dan heb ik al het gevoel van, je steunt mij ook. En, ja. Zo sta ik er ook echt in. Vandaar dat het ook niet belangrijk is dat mijn gezicht op de voorgrond is. Nog beter zelfs. Ik wil nooit op de voorgrond, weet je. Je zal mij ook nooit op de voorgrond zien. Je zal misschien wat interviews ervan zien. Maar ja. ik hoef niet per se met mijn foto. Of we gaan het mooier maken dan dat het is. Ik bedoel, ja. mijn eigen, de mensen die ik gebruik om als model te staan... In voor de kledinglijn als campagne, die laat ik niet eens zien qua gezicht. Omdat dat ook een van de islamitische uitgangspunten zijn van... Weet je, je wilt niet mensen te veel met... Het heeft te maken met heel veel dingen. Ik hou heel erg rekening mee dat alles moet vanuit een islamitisch perspectief. En dat draait het niet ja. om... ons als individu, ja. het draait om de umma. Het draait om... En ik denk het mooie daarvan is, want dit heb je mij toen later verteld, hè, ja. over hoe je de op dat moment, toen ik zag dat het gelanceerd is, ik zie die foto's, was het mij niet eens opgevallen, ja. dat je dat hebt doorgevoerd. En ja. ik denk niemand niet. Nee. En dat is denk ik wel straight up credits van, dat je dat op zo'n manier hebt toch vastgelegd. Dat ja. niet opvalt, hè. Dus soms zie ja. je wel eens... weet je, islamitische kleding, website, en dan is ja. gewoon een zwarte balk over het ja, gezicht, ja, toch? Ja, ja. Of gewoon geblurred, dan ziet er heel gek uit. Ja, of het ziet er, weet je, ik zei het... Is goed bedoeld, zeg ik vaak. Ik weet... Ja, weet je, ik vergelijk het altijd van je wilt een ander alternatief kunnen bieden van wat er al is. Ik ben in het Westen opgegroeid. Ja. En wat ik altijd zag is van, waarom ziet de Marokkaanse slager of de islamitische slager er nooit uit als de Nederlandse slager met mooie tegeltjes en alles. Je komt, weet je, subhanallah, je komt een islamitische slagerij binnen. De huisstijl is wel consistent. Ja, je ziet daar een dekbed, je ziet daar een tagine, daar wordt vlees verkocht, daar wordt brood verkocht. Het is gewoon één grote kermis. Vergeet niet de pure olijfolie. Nee, maar snap je? Ja. Het was gewoon, alles is er, terwijl de Nederlandse slager verkoopt alleen vlees. En het ziet er allemaal netjes uit. En weet je, het is allemaal goed geordend. Dus ik had wel zoiets van, we moeten wel, weet je, op level iets qua alternatief kunnen bieden. En voor mij is het gewoon belangrijk dat ons verhaal erin zit. Dat we een ander alternatief kunnen bieden. Maar ook met de islamitische waarden niet vergeten.
Ik spar dagelijks met mijn vrouw. Ik doe dat ook echt samen met mijn vrouw. Nou ja, goed. De meeste mannen worden trouwens ook gekleed door hun vrouwen. Dus het is ook heel belangrijk om te weten hoe een vrouw daar naar kijkt. Ja. Tegelijkertijd, het mag best hip zijn, maar het moet niet richting fashion gaan. We hoeven niet de fashion te volgen die voor ons, nou, volgend jaar gaan we werken met, weet je, zijn dit de kleuren voor 2021? Ja. Weet je, ik wil me absoluut niet richten op trends. Ja. Ik wil me houden aan richtlijnen die voor mij veel belangrijker zijn dan wat de forecasters of, weet je, dus het is heel belangrijk dat als je zoiets begint, dat je aan heel veel dingen denkt. En ja, goed, ik ga er steeds dieper in. En het begint met foto's. Het begint met wat voor mensen, voor wie maak je de kleding? Wat voor verhaal wil je vertellen? Maar het belangrijkste, en daar komen we eigenlijk, tenminste daar hebben we als kopers of als consument denken we daar heel weinig bij na, is van hoe wordt mijn kleding gemaakt? Ja. Ja, goed, en dat was natuurlijk ook iets dat ik dacht van, ja, weet je, ik ken heel veel broeders die een eigen lijn hebben, maar als ik zie dat jouw broek €29,99 kost, is hartstikke goed voor de oma, hè? Iedereen kan het kopen, ja. Maar hoe goed is het werkelijk voor onze oma, weet je, als er misschien een paar Oeigoeren in China onderdrukt worden om een paar broekjes voor jou te maken. Kan je ons meer vertellen van hoe jij dat hebt aangepakt? Want ja. Jij hebt dus een andere weg gevolgd. Ja, ik ben echt heel erg gaan zoeken naar sustainable spullen. Want ik bedoel, kijk, als ik zelf was ook iemand die gesponsord werd door bijvoorbeeld grote merken destijds dat ik in de muziek zat. En dat ging heel makkelijk. Je had zoveel schoenen. Calcani toch destijds? Ik had drie sponsors. Ik had Calcani, ik had Marc Ecko. Wij zeggen Calcani toch in Nederland. En Nike. En Nike ben ik door 5 jaar lang gesponsord. Ja. En je moet je voorstellen dat je bijna elke 2 maanden voor bijna €3000 aan spullen mocht meenemen. Ik had gewoon een kamer in mijn huis, wat alleen voor kleding en schoenen. En stacks. Dus ik dacht van, joh, maar het gaat helemaal nergens over. Ja. Dus ik heb daar wel mijn les in geleerd. En nu ben ik zelf kleding aan het maken. En dan denk ik van ja, maar je wilt eigenlijk dat als iemand een broek koopt, dat hij daar het liefst 5 tot 6 jaar mee kan doen. Mm. Maar ook dat je nadenkt over hoe die broek wordt gemaakt. Om eerlijke omstandigheden. De mensen dat ze niet worden uitgebuit. Het is ook heel belangrijk om qua transport heel erg na te denken. Ja, goed, dat zijn eigenlijk een van de belangrijkste dingen van tenminste naar mijn mening voor de kledinglijn op ja. te zetten. Van hoe wordt je kleding gemaakt? Ja, want je was ook bezig met zelfs de packaging van hoe wordt dat gemaakt? Is het biodegradable? Ja, volgens mij precies. Is dit ook zo groen mogelijk als het kan? Ja. Maar kan je me ook vertellen van waar laat jij dus dan, waar is het gemaakt, door wie is het gemaakt? Ik heb wat foto's gezien van volgens mij dat je in Marokko was geweest. Ja, ik ben in Marokko geweest. Ik was in contact gekomen met een fabrikant die eigenlijk de deuren open voor me had gezet. Ja. En zei van kom. En daar heb ik het gesprek ook mee gevoerd. Ja. De stoffen kwamen daar niet vandaan. Die heb ik echt zelf moeten importeren. Ja. En daar ook heel erg naar gezocht van oké, het moet allemaal organic zijn, organisch. Kijk, je zal nooit tot de bodem komen om te weten waar het werkelijk vandaan komt. Je moet er overal bij zijn. En zeker aan het begin van een proces om een kledinglijn op te zetten, je komt daar gewoon niet aan toe. Ja. Weet je, daar heb je gewoon echt bijna teams voor nodig die, of misschien ook de nodige ervaring, dat je kan zeggen van oké, ik begin hier door echt het ontwikkelen van het textiel tot het produceren van de textiel, maar ook de fabrikant zoeken die het voor je gaat doen, tot de garen die worden gebruikt, wat voor knopen gebruik je, komt daar plastic bij kijken, komt daar chemische stoffen bij kijken. Nou, heel veel dingen waar je over na moet denken. En ja, als je dit heel erg goed wilt doen, heb je daar heel lang de tijd voor nodig. En, ja. Daarom is mijn lijn op dit moment nog niet heel groot. Ik denk echt heel erg na. Nou, voor de wintercollectie ben ik daar eigenlijk heel erg op teruggekomen. Van, ik wil echt weten wat het doet. Ik wil eigenlijk het liefst met natuur samenwerken. Ja. Om ook wat terug te kunnen doen. Ook voor de oma's. Weet je,
Ook als ook een stukje weet, bewustzijn eigenlijk, hè? Want ja, als we alleen al... Als ik je mag vragen, hè? Een aantal van die comments die we hebben gezien over de prijs, wat begrijpelijk is. Ja. Van oké, waarom kost een t-shirt zoveel? Waarom kost een broek zoveel? Ja. Meer dan wat een H&M of Zara verkoopt. En dat is ook de reden dat ik die vraag stel. Dus dat het normaal wordt om hierover na te denken. Van ja, waarom is een Primark broek zoveel? En waarom kost die van Mastour zoveel? Ja. En nou, los van de design, dat heeft zijn eigen verhaal. Maar de energie en tijd die je insteekt. En je zei het heel mooi, werken met de natuur. Ja. En een impact van als moslim, van hoe moeten wij met de natuur omgaan. Ja. En hoe kunnen wij ook daarin het beste voorbeeld laten zien? Weet je? Door ook dit te supporten en te kopen, zodat het door kan blijven gaan en ja, zeker. Norm wordt, weet je, inshallah, in plaats van, weet je, wat kijk, nu de fast fashion wereld natuurlijk we is. We merken dat bijvoorbeeld in voedsel worden we steeds bewuster. We willen steeds meer biologisch eten. Ja. Kost ook wat duurder dan het reguliere, zeg maar, wat er wordt verkocht. We willen steeds meer elektrisch gaan rijden. En daar wordt ook over nagedacht, weet je. Ook al kosten die auto's super duur, weet je. Dus om aan te geven dat we zijn met z'n allen wel echt erover aan nadenken. Alleen kleding is toch een soort van aspect waar totaal niet naar wordt gekeken. Het begint nu wel. Ja. Maar als je je voorstelt, bijvoorbeeld ik ben nu bezig met spijkerbroeken. Als je ziet dat bijna elke, gewoon per broek 7500 liter nodig is om een broek te wassen. Zodat jij een hele mooie broek kan hebben die gewassen is op de juiste manier en een bepaalde kleur krijgt. Dat is per broek. Kijk hoeveel water wij verspillen voor één broek. Ja. Nou, en dan hebben we het nog niet eens over de wasbeurten die je elke keer thuis moet gaan wassen. Terwijl een spijkerbroek is zo gemaakt dat de vezels, als zou je je broek invriezen, springen de bacteriën eruit. En laat je weer ontdooien en dan heb je een schone broek. Ja. Dus wij denken helemaal niet zo. Wij denken alleen maar aan, ik moet er gewoon fresh uitzien. Ik moet er goed uitzien. Terwijl er zijn zeker wel manieren om het heel dicht bij jezelf te zoeken. Dus ik vind het ook heel interessant om te kijken dat wij leven in een tijd van fast fashion. Het liefst kopen we elke weekend een nieuwe outfit. Maar het is heel belangrijk voor ons en zeker voor onze gemeenschap om producties dichter bij huis te krijgen. Dus minder CO2-uitstoot, minder transport, minder vliegtuigen die hoeven te vliegen. Maar ook de bepaalde kwaliteit. Ik ben nu bezig met 100% gerecycled jeans. Nou, daar heb je heel veel broeken voor nodig om weer een broek eruit te halen. Maar dat geldt ook voor truien. Dat geldt ook voor knopen. Knopen worden voornamelijk met plastic gemaakt. Maar je kan ook knopen van koffiebonen maken. Je kan ook... Wacht even. Knopen van koffiebonen. Ja, of niet van koffiebonen, sorry, van koffieprut worden knopen gemaakt. Je hebt corozzo, corozzo is een vrucht. Ja. Als je dat openmaakt, dan heb je daar allemaal van die kleine zaadjes in. En nou, als je dat laat drogen. En je perst het. Dan heb je een knoop wat misschien wel 100 tot 200 jaar meegaat. Omdat het krast niet, het is water resistance. Het is veel sterker dan plastic. Dus daarom zeg ik ook van, working with nature is soms veel beter dan dat we eigenlijk alleen maar voor het snelle gaan. En, ja. Ik denk dat we nu ook in de tijd zijn dat, zeker vanuit islamitische perspectief, wil ik dat ook naar onze gemeenschap ook heel erg uitdragen. Van, tuurlijk begrijp ik dat het niet voor iedereen betaalbaar is. Op den duur hoop ik dat het wel betaalbaar kan zijn voor iedereen. Ja. En ik begrijp het ook, weet je. Ik bedoel, niet iedereen verdient goed genoeg om een broek van €100 te kopen. Begrijp het. Ja. En ik vind het ook niet erg als mensen naar de Primark gaan om daar hun kleding te kopen, omdat dat hetgene is wat ze hebben. Dus, ja. Maar voor de mensen die het wel hebben, denk ik van ja, dan weet je, denk daar ook bewust bij na. En, ja. Als wij een steentje kunnen bijdragen, ik zou me niet comfortabel voelen bij het idee dat ik zeg van, ik verkoop kleding met een islamitische hoe zou ik het zeggen? Gedachtegoed. Gedachtegoed. Ja.
Maar ik onderdruk wel mijn werknemers. Of ik verkoop iets wat misschien helemaal niet goed is voor je huid. Of wat helemaal niet duurzaam is. Dan spreek ik mezelf gewoon tegen. Ja. Voor mij is dat denk ik een van de belangrijkste aspecten. Ja. Je wilt echt niet weten hoeveel... Het is een stukje keeping it real eigenlijk, wat ze zeggen. Zeg maar in alle aspecten, weet je. Van ja, ik heb een goed voorbeeld. Ik ben nu bezig met die jeans. En ik ben gewoon eerlijk daarin. Een broek inkoop voor mij kost bijna €70. Ja. Per broek. En dat komt alleen maar omdat het 100% gerecycled is. Het is niet eens gewassen, er is niet eens water bij gebruikt. Maar plus de mensen die het maken, dat is echt handwerk. Ja. Hè? Dus €70 is alleen al inkoop. Dus voor mensen thuis die zitten te kijken, die moeten dan ook gewoon weten van oké, er komt dan nog transport bij. Belasting moet er nog vanaf. Je wilt ook groeien als onderneming. Tuurlijk, om meer te kunnen doen. Dus... het is niet dat ik de absurde bedragen vraag om onze zakken te vullen. Ja. Juist tegenovergesteld. We willen juist wat kunnen doen. Op den duur dat we misschien zelfs kunnen zeggen... weet je wat, we vragen deze prijs. Maar in plaats van dat je één broek koopt, krijg jij één broek... en doneren we een broek aan iemand die het echt nodig heeft. Ja, weet je, we zijn wel echt aan het nadenken over een creatieve manier... om dat straks een nog veel groter te kunnen maken. En dat de oemma zich daar ook gewoon meer bewuster mee omgaat. Want kleding is net zo'n dagelijks ding als eten. En net zoals het rijden. Dus ik vind dat een heel belangrijke gedachtegoed... wat zeker bij onze gemeenschap nog moet groeien. Daar lopen wij gewoon nog in achter. Dus, Ik vind het wel mooi om... eigenlijk in alles wat je doet, weet je... Het zij fashion... Weet je, ik neem altijd voorbeeld zoals als je een accountant bent... of wat dan ook, weet je... het is altijd bewustzijn van, weet je... wie je bent, waarom je hier bent... en welke waarden... je altijd nastreeft, weet je, de perfectie in al die zaken, van production tot aan, weet je, hoe je werkers over jou voelen, weet je, dat zij eerlijke compensatie krijgen, compensatie op tijd krijgen, dat soort, al die zaken die daarbij meespelen. Er komt heel veel bij kijken. Ja. Maar kijk, het begint met designen, en daar moet je eigenlijk al heel erg goed over nadenken. Ik heb gesprekken wel eens met jouw gevoel, want er zijn heel veel dingen waar ik tegenaan stuit als ik zoek naar islamitische herenkleding. Ja. Het is vaak of heel traditioneel, of er staan bepaalde phrases op die ik niet kan dragen wanneer ik naar het toilet ga. Het ziet er tof uit, weet je, maar ja, we moeten wel daarover nadenken. We kunnen niet werken met gezichten, we kunnen niet werken met de tijgerprins en dat soort dingetjes. Je wilt... Ik maak geen kleding voor mezelf. Ik maak kleding voor de moslim. Ja. Als de andere mensen het te gek vinden wat we maken, dan zijn ze natuurlijk... Want die zijn er natuurlijk ook, hè? Want je vertelde me ook dat er ook... Ik weet niet wat de percentage is, maar ook... 50-50. Oké, helft van je... niet de doelgroep, maar de mensen die het kopen... zijn niet moslims. Ik weet niet zo, hoe verklaar je dat? Maar wat is hun reactie? Ja, Vinden doop, het is anders. Ja. En voor mij is het een stukje dawa. Ja. En dus ze krijgen allemaal een mooie kaartje mee met het hadith. Ja. En dat doet mensen ook nadenken. Kan je vertellen wat op die hadith staat? Want dat is wel heel mooi. Het is natuurlijk best wel een grote... Maar het is eigenlijk being thankful voor de clothing that you are wearing. Dus het is, je moet dankbaar zijn voor de kleding die je hebt gekregen om te dragen. Het is een ni'ma, het is een groot goed dat Allah subhanahu wa ta'ala ons voorziet van kleding. Wat ik net ook benoemde, het is net zo belangrijk als eten, als vervoer. Ja. Dus je kan bijna niet zonder, weet je. We leven niet in een tijd dat je zegt van... Ik ga nu zonder kleren naar buiten. Dus kleren hebben een hele belangrijke... het is in ieder geval een belangrijk onderdeel ook van ons leven. Ja, ik had een keer gelezen, ik weet niet wie dat zijn... maar het is ook een van de eerste statements wat je maakt als iemand je ziet. Tuurlijk. Je ziet aan je kledij van waar jij voor staat, hè, voor zover dat kan. Ja. Dat is wel nice. Maar ik vond het vooral mooi om te horen van... Je vertelde me van, die heeft dat gekocht, die heeft gewoon alles. Ja. Je was er volgens mij ook niet echt per se op gericht, maar het is interessant te kijken. Nee, maar ik wou wel dat mensen die niet moslim zijn zich daar net zo goed mee konden identificeren. Ja. Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die zich
los van moslim zijn of niet moslim zijn, die eigenlijk gewoon wachten op kleding wat gewoon normaal is. Weet je, ja, waarom kleding kopen wat bijna vrouwelijk eruit ziet? Je hebt nu zelfs kledingmerken die zegt van, ja, je kan het als man en als vrouw dragen. Nou ja, goed. Ja. Weet je, dat kan. Weet je, maar ik vind het ook wel heel belangrijk dat het nog steeds mannelijk eruit moet zien. Ik heb er zelf moeite mee. En ja. Kijk naar mezelf. Ik bedoel, als ik bij een Zara of een H&M broek ging kopen of wat dan ook, dacht ik, ik pas er gewoon niet in. Ja. Dat is de grootste maat. Hoe dan? Ja, misschien moet ik wat afvallen, maar tegelijkertijd is het, weet je, ja, je loopt in broeken die heel krap zijn. Zeker als je het gebed wilt gaan verrichten, dan, ja, dan springt alles eruit wat er niet uit moet springen. Dus ja, weet je, ik dacht echt van, ik wil iets doen, iets terug kunnen doen, maar ik wil iets maken waar de man zich ook waardig voelt om in te lopen. Ja, en ik denk ook omdat je het woord is ook van modest fashion voor mannen, dat is ook niet een zin wat je zo snel terug ziet komen. Nee. En ook daarin, weet je, dat stukje bewustzijn. Ja. Ik weet nog dat wij een keer in gesprek waren met nog een andere broeder, die gaf ook aan van, weet je, jij doet modest fashion en ja, daardoor moet ik reflecteren van eigenlijk wat ik draag. Ja. En hij zei ook van, ja, ik draag eigenlijk veel te lang hele strakke kleding. Hm. En dat, ja, het gesprek gaat er ook nooit. Hè? Meestal modest fashion gaat over zusters, vrouwen, hoe zij zich kleden. En, nou, bij mannen staan we er minder bij stil. Ja, ja. Het is net, ja. En het is niet zozeer dat je dat echt predikt, maar je zegt wel van nee, dit is modest fashion voor mannen. En weet je, hier is het voorbeeld als het ware. Maar je wilt ook niet dat je ouder op straat ligt, toch? Dus dat is, ja. Weet je, ik bedoel, wat ik al zei, als ik... Ik merkte het alleen aan het moment dat ik naar de moskee ging. Dat er werkelijk een hele rij voor me, voordat ze in rokko gaan, of hun shirt naar beneden moesten trekken, of hun broek omhoog moeten hijsen. Of van een jas, hè, die soms van om je middel. Ja, precies. En dat, weet je, het is heel lastig. En waarom niet gewoon kleding wat misschien niet traditioneel is, maar wel wat wel toepasselijk is in both worlds. Ik kan naar de moskee gaan, maar ik hoef dan niet per se een abaya aan te trekken om dan straks weer uit te trekken omdat ik weer naar een vergadering moet gaan. Weet je, ik kan zo gaan zoals ik ben. Ja, ik had vroeger een collega toen ik bij de callcenter werkte, jaren geleden. Die had altijd een djellaba, altijd in zijn tas. Ja. Djellaba en een gebedskleed. Ja. En dat was gewoon een survival kit. En ja, het werkt, weet je. Dat is, Tuurlijk, als het werkt, dan werkt het. Ja. Je bent in ieder geval zeker van je zaak dat je aura bedekt is. Ja. Ja, goed, we zijn nu denk ik een stap verder en er zijn genoeg jongeren die ook vanuit die gedachtegoed iets willen aantrekken wat makkelijk is en misschien er niet altijd traditioneel bij hoeft te lopen, maar dat het nog steeds binnen die richtlijnen zit. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En ook een ander alternatief bieden voor wat er al op de markt is, want we hebben eigenlijk vrij weinig, terwijl we hebben een hele grote gemeenschap. Ja, het is... Meestal, ja, je gaat dan door naar een djellaba en of een djubba en een thobe, wat je meestal gaat kopen. Voor iemand die in Dubai woont, is het heel toepasselijk om een abaya of een djellaba te dragen voor Marokko. Maar hier in het Westen wordt dat niet altijd, niet zozeer gewaardeerd, maar het is iets minder praktisch misschien soms. Ja. Je moet altijd zo'n kit bij je hebben die je dan helpt. Maar ja, die daaruit. Ja, wat als je die kit niet bij je hebt? Ja. Nee, maar het is... dat is ook de reden dat ik erom vroeg is. Gewoon je hebt er echt over nagedacht, weet je. Het is niet allemaal... Het is geen toeval. En dat soort dingen wil ik graag dan benoemen. Omdat ik dan, zoals ik zei, over dat prijs... Dat mensen dan gaan begrijpen. Ik heb daar heel veel ook gesprekken over gevoerd voordat ik ermee begon. Ja. En het is ook zoeken. Kijk, het belangrijkste is dat ik gewoon zelf... de richtlijnen van de islam naleef. Ja. No matter what. En, ik geloof er ook echt heilig in dat de rizq komt van Allah. Het komt niet van de mensen die het gaan kopen. Het komt echt van Allah, subhanahu wa ta'ala. Dus op dat gebied leg ik ook mijn vertrouwen daarin. Als ik iets kan doen voor de umma, wil ik het ook doen in de juiste zin. Het is precies hetzelfde als zou ik de umma helpen met haram geld. Dan, weet je, dus dat geldt ook voor haram kleding. Ik wil wat kunnen doen voor de umma. Dan moet het ook oprecht zijn. Dan moet het ook goed zijn. Het is niet de bedoeling om daar heel veel geld aan te verdienen. Het is juist to give back to the community. En ook om een ander alternatief te bieden voor
merken die we wel supporten, die totaal niet vanuit ons zijn. Ja, ik bedoel, ja. We kunnen wel heel makkelijk €250 voor een Louis Vuitton riem uitgeven. Ja. Maar wanneer ik €100 vraag voor een broek, waar heel erg lang over nagedacht is, waar op een hele eerlijke manier aan gewerkt is, vinden mensen het al vaak moeilijk. Maar goed, Louis Vuitton bestaat al 100 jaar. Ik ben net 2 maanden begonnen, dus wie weet. Ergens moet het begin zijn, hè? Dat is eigenlijk wat ik denk dat daar ook wel de kansen liggen om de beloningen van als eerst zijn. Ja, ik zie het ook als beproeving. Ja. Weet je, ik verwacht ook niet, oké, nu wordt het een succes. Ik zie werkelijk alles als nerma en als echt een beproeving. Ja. Ik heb dit soort gesprekken dagelijks met mijn vrouw gewoon van... Weet je, als er iets op je weg komt, dan is dat niet voor niks, weet je. Dat moet op je weg komen. Alhamdulillah. Ja. Weet je, dat wordt... Allah die vraagt jou van, wat ga je nu doen? Weet je? Ja, maar ik verwacht ook niet dat Allah subhanahu wa ta'ala het heel makkelijk voor mij maakt. Nee. Weet je, het is denk ik juist de kunst om daar ook mee om te gaan. Hoe pak je je gebed op wanneer het heel goed gaat en wanneer het iets minder gaat, weet je. Ja. Dus... het zijn allemaal beproevingen. We vechten allemaal tegen onze nefs. En dit is ook een onderdeel daarvan. Van hoe zet je daar, weet je, tegenin. Het belangrijkste is dat je jezelf daar weer niet in vergeet. Of dat je niet je ego... Het gaat niet om ego. Het gaat niet van, oké, we hebben nu een mastoor. En, weet je wel, me on top. En weet je wel, het moet er allemaal... Jij wilt natuurlijk wel groei. Jij wilt ook zien dat de positieve invloed is... Mijn droom, inshallah, is om heel veel mannen te kunnen aannemen met een baard. Hmm. Dat wordt bijna de standaard. Ja. Heb je geen baard? Sorry, broeder. Weet je? Heet dat reverse racism? Nou, niet eens. Ik zie het niet. Nee, maar het is voor mij heel belangrijk. Omdat er is, zeker in het Westen, is er een tekort... Aan mensen die ook, bijvoorbeeld als je bij de bank wilt werken, ja, dan mag je geen baard hebben. Ja? Heel veel autoritaire werkgevers die zien liever geen baard. Ja. Maar het zou me niks verbazen dat er ook bijvoorbeeld zusters, hè, als het zover is, inshallah, zou ik ook zusters willen aannemen, misschien voor een ander segment. Maar ik zou het heel graag willen zien dat er straks inshallah iets is waar ik mannen met een baard kan aannemen. En dat wanneer het gebedstijd is, dat de zaak gewoon gesloten is. Zodat we gezamenlijk een gebed kunnen verrichten. Het moet gewoon kunnen. Weet je? En ik wil ook gewoon werkgelegenheid straks kunnen aanbieden aan onze oemma. Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik had ook laatst een gesprek met mijn broer over, weet je, gewoon van, oké, wat zijn de volgende stappen in, weet je, in het carrière werken. En handelen, weet je, ook iedereen die ik ken, het gaat om van, oké, zorg dat je werk hebt, dat je zonder stress kan bidden. Ja. Dat je, ja, ik werk al heel lang voor mezelf, dus ik ken dat stress niet, maar ik herken heel veel van vrienden die zeggen dan, ja, weet je, mijn baard, ik word dan... Het is alleen gewoon een blik krijgen op werk en dat moeten meenemen in je werkdag. Ja. Ik weet niet hoe dat voelt, maar ik kan me voorstellen dat het gewoon niet fijn is wanneer iemand je al een gevoel geeft van dit vind ik niet fijn. Ja, of ik vind jouw aanwezigheid wordt mensen ongemakkelijk. Of de drempel te hoog ligt dat je een vrouw een hand moet geven. Mm. Weet je, dat is waar we hiermee te maken hebben. Ja. Maar dat betekent niet dat je kwaliteiten daar minder voor zijn. Dus vandaar dat ik ook denk van, ik wil juist die kwaliteiten van deze broeders heel goed naar voren brengen. En ook laten zien dat het gewoon kan. Dus het is ook een stukje groei in de umma. Nou, dus, ik moet weer denken aan een ander. Gisteren nog iemand gesproken. Ik heb hem voor het eerst gesproken. En ik ken hem als advocaat. Maar hij vertelde dat hij in zijn jongere jaren... heel veel in theater werkte. Mm. Dus voordat hij zei, voordat ik praktiseerde, was dat mijn droom om acteur te worden. Ja. Hij ging praktiseren, heeft dat gewoon laten gaan. En nu is hij op een fase in zijn leven dat hij denkt van, oké, maar hoe kan ik mijn passie voor acteren op een andere manier inzetten? Dus niet dat ik de mainstream methode pak. Eigenlijk wat jij hebt gedaan met fashion, is ik ga laten zien dat er een andere manier is. Dus een andere manier van werken, andere methode, hele andere vibe, waar wij binnen de sharia blijven. Ja. Binnen de wetten die voor ons zijn vastgelegd en waar we aan overgeven.
En hij zegt van, dat alleen al is wat wij dus constant eigenlijk iedereen moet kijken. En daarom zei ik ook van, hey, dat van muziek naar spoken word, fashion, hey, laat ik een alternatief bieden. En dat hij ook zette te denken van, oké, ik heb een passie. Hij heeft een talent, want hij was op weg en hij had de juiste contacten tot hij merkte van, dit is niet waar ik naartoe wil gaan. En dat hij toch heeft van, hey, ik denk wel dat ik hier iets beters mee kan. En hij zei, ik merk dat dat wordt nog steeds te weinig gedaan om die alternatief te zoeken. Ja. En niet bij neerleggen bij van, oh, dit is hoe het is. Dit is de enige manier. Ja. En dan ga ik maar iets anders doen. En ik begrijp hoor dat sommige mensen dan helemaal wegblijven, maar ja, ik zou het wel tof vinden. Wij zijn bang vaak. Wij zijn angstig voor dunia. En dat bedoel ik echt in letterlijk en figuurlijke zin. Wij zijn vaak bang om te falen. En ik vind, en zeker na wat ik allemaal heb meegemaakt, je kan bijna niet falen. Als je in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft. Want alles is goed. If it's working. Or if it's not working. Yeah. Weet je? Alles is met een reden. En ik vind dat op dat gebied moet je de uitdaging ook aangaan. Als je iets halal wil doen. Als je iets wil doen voor je umma. Dan moet je daar ook voor inzetten. En ook daarin word je beproefd. Dat betekent niet alleen maar dat je wordt beproefd wanneer je haram dingen doet. Maar dat je ook halal dingen wordt je ook beproefd. Dus ik moet altijd denken aan een hele rijke sheikh. Echt een hele rijke sheikh die zei van, mijn beproeving is geld. Hij zegt, ik heb zoveel geld. Ik heb zoveel gedoneerd. Ja, later had ik nog meer geld. Waar het vandaan kwam, weet ik niet. Zij heeft weer een zakat gedaan, helft van zijn vermogen. Ja. Jaar daarop nog meer geld. Ja. Misschien wel de 10 keer zoveel. Hij denkt, weet je wat, dit is niet goed. Jaar daarop heeft hij alles gegeven. Ja, en zo, elke keer wordt het maar steeds meer. Hij is gewoon een hele goede zakenman. Maar om aan te geven, dat is zijn beproeving. Hij zegt, ik kan ook hele foute dingen met mijn geld gaan doen, maar Allah subhanahu wa ta'ala, die geeft mij steeds meer om te kijken hoe ver gaat het. En dat zal bij mij ook, inshallah, weet je, ik hoop dat ik met de kledinglijn mijn creativiteit erin kwijt kan binnen de richtlijnen, maar tegelijkertijd ook kan doorgroeien om iets te kunnen betekenen voor mijn umma, werkgelegenheid te kunnen bieden, een ander alternatief te kunnen bieden, maar ook tegelijkertijd een voorbeeld kunnen zijn voor, het kan, het is wel mogelijk. Het is wel hard werken, maar het is wel mogelijk. En misschien word je er niet rijk van, maar je wordt er wel gelukkiger van. Dus, Ik denk dat is dan, hoe kijk jij naar succes? Hè? Vooral als je jong bent. Ja. Rijk zijn betekent dat je succesvol bent. Ja. En ik denk dat is van, hoe definiëren wij wat falen is? Ja. En hoe definiëren wat succes is? Ja. En als ik kijk van, als ik jonger was, ik zou meer dingen hebben geprobeerd, als ik nu terugkijk. Ja. Puur omdat ik weet dat heel veel angsten mij tegen hebben gehouden. En ik zou vooral misschien tegen jongeren die dan bijvoorbeeld nog niet getrouwd zijn, thuis zijn van, je hebt meer bandbreedte om fouten te kunnen maken. Gebruik die kans, weet je. Ja. Want ik denk, hoe ouder je wordt en hoe je leven ook natuurlijk zich progress is, het zal minder worden. En ik hoorde toen een quote is, fail again and fail better. Dus gewoon van, fouten maken is essentieel. Ja. Maar je moet betere fouten gaan maken. Zodat jij blijft groeien. Ja, en dat heeft dus eigenlijk mijn perspectief op het woord falen eigenlijk gewijzigd. Van, natuurlijk, je moet niet steeds dezelfde fouten maken. Nee. Want dan maak je echt ben je niet slim bezig. Tuurlijk. Maar van, wat leer jij van je fouten? Groeien. Want zonder fouten is er geen groei. En niet koppelen aan materie. Dat is het ook. Ik heb dat met mijn zoontje, die als we het hebben over rijk zijn. Want, Shaheem, is papa rijk? Nee. Maar papa, eigenlijk wel. Leg eens uit. Kijk. Mashallah. Weet je, dat is belangrijk. Ik weet niet of de mensen konden horen. Maar jij vroeg dus van, is papa rijk? Hij zei nee, maar eigenlijk wel. Ja. En jij vroeg waarom en hij zegt... Familie. Ja. Omdat daar draait het om. Ja. Familie, gemeenschap, je umma. En het begint... De eerste stap is je familie. Ja. Weet je, als we het hebben over een voorbeeldfunctie... We kunnen een voorbeeldfunctie zijn voor een hele gemeenschap. Maar laten we eerst hier beginnen.
eerst onze broertjes, onze zusjes, onze vaders, onze... Weet je, het doet al heel veel als wij die kleine gemeenschap die we om ons heen hebben, tevreden kunnen stellen. Ja. Je moet je voorstellen, je kan je vader, je moeder, je kinderen, je vrouw, allemaal tevreden stellen. Mashallah, dat is al echt een... Dat is succes. Ja. Dat wat extra bijkomt, dat is alleen maar een baraka. Ik denk wel van, je moet kijken naar wat je skillset zijn. En weet je, sommigen zijn gewoon goede public speakers bijvoorbeeld. En hebben de talenten gekregen, de vaardigheden van Allah subhanahu wa ta'ala om soms op een podium voor een grotere groep mensen te kunnen spreken. En iedereen heeft zo zijn challenges daarin. En het is nooit, ik denk altijd, het is nooit of-of, weet je. Het is en-en, maar je moet, ik denk hoe meer je in de public eye bent, hoe groter die taak en die last is wat je draagt op alle vlakken. Maar zeker dat, ik moet even refereren naar een rap-lyric. Ja. Waar J. Cole zei van, I know that everything that glitters ain't gold. Ja. But until you don't have it, how will you know? Ja. En ik heb dat wel vaak dan, vooral als je jonger bent, hè, van dit is succes. En soms haal je het en dan denk je van, oh, was dat het? Ja. En dan ga je weer kijken van, oké, maar wat is maar eigenlijk? Maar dat is dunia. Dat is dunia, ja. Dat is dunia, want weet je, nogmaals, succes ligt hem niet in de materie. Of het ligt hem in de hele kleine, fijne dingen. Nee. Dus dat je... Er zijn heel weinig mensen die misschien echt daarover... Weet je, er kunnen genieten om te zien hoe zijn kind opgroeit. En dat hij, mashallah, de man wordt die hij wordt. Of zijn dochter die, mashallah, een studie bereikt. En weet je, de juiste voorbeeld voor haar kinderen. Ik denk dat als dat al... Dat is een succes, man. Ja. Weet je, kun je wel zeggen, ik heb bedrijven. En dat is allemaal... Het komt en gaat. Ik heb laatst die autobiografie van Phil Knight op audioboek geluisterd. Ja. De founder van Nike. En hij zegt in... Heb je hem zelf gelezen? Nee, ik heb hem niet gelezen. Er is een stuk waarin hij zegt dat zijn oudste zoon als Matthew... die rebelleert een beetje tegen zijn vader. Ja. Omdat hij nooit thuis is. Ja. En zijn leven ging om sport. En het creëren van de beste schoen. En zijn zoon wou niks met sport te maken hebben. Nee. En dat was een reactie op zijn succes en eigenlijk dus zijn afwezigheid. Dus hij questioned ook van... het is heel tragisch, want die jongen die is dan eigenlijk zichzelf aan het zoeken. En weet je, die overlijdt helaas in een ongeluk. Dat hij zichzelf afvraagt van, oké, wat als ik meer thuis was? Ja. Maar hij zegt ook, papa was aan het werken. Maar zie je waar het geluk dan ligt? Ja. Want je kan zo'n succesvolle ondernemer zijn. Ja. Maar... Dit is mijn grootste onderneming. Ja. Als deze onderneming failliet gaat, ja, dan kun je mij echt opruimen. Ja. Weet je? Ja, dan ik heb liever dan een miljoenen schuld bij de bank als faillissement, dan dat ik zie dat mijn kleine het niet goed doet. Ja. Dit is de onderneming waarvoor je het doet. Want jij zei ook in een interview van dat ook een van de triggers was in het begin, hè? Om je muziek te verlaten. Absoluut. Is dat jij Absoluut. Dacht van, wat wil ik dat mijn kind mij ziet op het podium dingen roepen? Of wil ik dat tegen mijn zoon zeggen van, hey, kom naast me staan. Ja. Gaan bidden. Want ik weet niet of ik er morgen ben. En dat leg ik hem ook nog steeds uit. Nog dagelijks. Ik zeg van, luister, als papa er niet meer is, ben jij een groot voorbeeld voor jouw broertje. Moet jij hem leren bidden. Ja. En moet jij hem alle dingen kunnen meegeven die ik misschien niet heb kunnen meegeven. Dat is belangrijk. Ja. De rest is allemaal. De rest... Weet je, we gaan allemaal door dezelfde fase zijn. We vallen allemaal. Het enige wat belangrijk is, is dat je bepaalde waardes mee kan geven aan je kinderen. Want ons leven is niet gegarandeerd morgen. Dus ik kan vandaag een hele mooie kledinglijn hebben. Maar morgen is dat voorbij. Maar mijn kinderen leven dan nog wel. Ja. Weet je? Inshallah. Ja. En dan wil ik het wel dat hun wel hun vader... zien als de persoon voor wie hij is en niet voor wat hij deed. Wat hij deed is... Waar hij voor stond, hè? Ja, dat is het misschien meer. Ja. Dat is uiteindelijk wat we altijd zoeken. Ja. Ik had een interview met een professor in Amerika, heet Cornel West, en hij zei van, in de tijd van Martin Luther King en Malcolm X, hij zei, people didn't care about who was the richest black man. Ja.
Hij nee, zegt, want hij zei, Malcolm X had $150 in zijn zak en dat was het. En, ik moet al denken aan Bob Marley. Die zei ook iets eigenlijk. Ja, die was midden in een wijk gaan wonen met zijn vrienden en zijn hele gezin. En die leefde dus zeg maar tussen echt de rijk. En toen dat ze aanvoelde van, how rich are you? I'm very rich. I got my family. Ja. En, weet je, en dat waren mensen die totaal niet daarmee bezig zijn. Ja. Maar misschien is dat ook een andere tijdperk. Weet je, kijk, we hebben leiders gehad. En ik vind dat dat ook de echte leiders zijn. Als ik kijk naar de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Er zal geen betere leider zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat we alleen leidend kunnen zijn voor onze gezinnen. Dat is het meest belangrijke. Maar ik zou zelf mezelf niet als een leider zien. Ja. Nee, en wat we nu om ons heen zien, omdat dat ook... Ja, je draagt een hele verantwoordelijkheid. Ik wil niet meer staan voor een hele gemeenschap. Waar ik voor misschien 10 jaar geleden echt dacht van... Zeg je dat ook om vanwege al dat muziek? Omdat je op de podium ook stond en je hebt gezien van... Ook, wat ja. Dat je geen controle hebt, hè, over van wat dat met mensen doet. Ja. En dat geldt ook voor de fashion-industrie. Ja. Hoe ver ga je erin mee? Hoe moet je helemaal jezelf daardoor laten meetrekken? Of ben jij degene die de stuur in handen heeft? Weet je? Maar soms ook gewoon even een stapje terug kan. Want weet je, een leider zijn in deze tijd... Oeh, je hebt een verantwoordelijkheid. Hè? Mensen die zich... de vinger naait op van hij is een leider. Ik zou mezelf absoluut niet zien als een leider. Ja. Weet je, ik wil echt gewoon ook niet zo gezien worden. Omdat je hebt zo'n verantwoordelijkheid in je handen. Daarom zeg ik, als je je eigen gezin mag leiden. Alhamdulillah, als dat al een succesverhaal is. Ja. Dan, maar je begrijpt natuurlijk wel met alles wat je doet. Hè? Alles wat in het publieke domein komt. Hè? Mastoor. Ja. Je hoopt natuurlijk uiteraard van... Hey, dat een positief effect zal hebben. En inshallah zal dat ook zo zijn. Natuurlijk. Ik hoop dat... Maar ook daarin moeten mensen niet een... Ik vind het heel belangrijk dat mensen daarin ook hun ego niet... Weet je, ik zou het heel zonde vinden om mijn store nu op te bouwen. Ik zou het nooit kunnen verkopen. Ja. Om een voorbeeld te geven. Ja. Weet je, aan een groter bedrijf. Ja. Om daar iets zelf... Omdat die controle... Je moet er blijven zijn. Weet je, de successen liggen in de kleine dingetjes. En ik denk ook, nogmaals, dit zijn wereldse ondernemingen. Ja. Weet je? Ik denk ook zo'n gesprek is misschien voor jou ook altijd iets om terug naar te kijken. Voor mij sowieso van... Zeker. Ik denk, door zulke gesprekken herinneren we onszelf ook weer van waar we voor staan. Door te praten. Want je hebt constant afleiding en weet je, verleiding om misschien te stappen te zetten die misschien heel onschuldig lijken op het begin. Ik merk dat, iedereen heeft dat in zijn eigen werk. Die weet van, is dit gevaarlijk territorium of ik kom te dichtbij, weet je, X, Y en Z. Voor mij zit ik er vaak verzoeken voor, weet je, om tatoeages te ontwerpen. Oeh. Ja. Heel veel mensen weten dat ik dat niet doe, maar er zijn mensen die dat vragen en ik heb zelfs, dan vraag ik dan aan mensen die wat meer geleerd zijn dan mij om te vragen van oké, hoe kijk je hiernaar? En één keer kreeg ik een vraag van iemand waarvan ik dacht van, die vroeg mij, zou je eentje van mij kunnen ontwerpen? En ik vroeg hem van, ik had dat niet van jou verwacht, omdat ik jouw werk een beetje ken, maar weet je, hoe argumenteer je dat je een tatoeage mag? Nou, hij zei van, nou, ik berust me op de mening van X, Y en Z. Ik zei, goed, ik vroeg die persoon. Nou, ik kwam dus eigenlijk achter dat er ergens een kleine mening is... wat het toe zou laten met heel wat ogen en haken eraan. Ik wist dat persoonlijk niet. Ik dacht, dat was interessant. Dus ik kan niet zeg maar straight up zeggen van dat het haram is. Maar ik volg wel die mening. Maar ik vond het interessant van, hey, als je dan diep genoeg de boek ingaat... is er wel een geleerde die iets heeft gezegd. En we praten niet over recente geleerden, maar iemand van vroeger... Want als je kijkt bijvoorbeeld het Berbische gemeenschap, dat ook een custom natuurlijk. Ja. En of heel veel gemeenschappen waar tatoeages gewoon de custom waren, weet je, de traditie waren. Het is totaal niet islamitisch gerelateerd. Nee, het is niet islamitisch gerelateerd, maar het is meer van, daardoor hebben geleerders over gesproken. Van oké, wat is het invloed hiervan? En ik heb toen dat gesprek met een andere kalligraaf ook gehad. En die vroeg mij een keer van, hoe ga jij daarmee om? En ik zei, ik ben hier achtergekomen dat er een mening is en... Ik heb een vriend van mij die heeft op Al-Azhar gestudeerd. Hij zegt, die mening bestaat wel. Hij zegt, maar, dit is
In deze context is zeg maar die de mening uitgevaardigd. Ja. Ik zei nou, ik weet voldoende. Het is van het verscherpt mijn begrip daarover. En je weet ook van nou, als je eenmaal ja zegt, dus stel ik zeg van, hey, oké, het is toegestaan. Hè, als ik die mening zou volgen, ik weet zeg maar ook financieel wat dat zou betekenen. Dan de floodgates open basically. Want dan ben jij die ene gast die dat doet. Die het wel doet, ja. En ik zeg van, dat is de reden dat ik ook ander soort werk niet aanneem is om jezelf een beetje te beschermen. Je blijft hier en ja, boundaries. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van, het is gewoon je werk en je hebt daar verder niks mee te maken. Ik ben niet degene die dat tatoeage zet natuurlijk. Nee, nee. Maar ik zeg, ja, ik wil eigenlijk ook geen schakel zijn in dat proces. En mensen respecteren het gelukkig wel, ze begrijpen het ook wel. Maar dat kan ook mensen zijn die natuurlijk gewoon pakken van het internet en het gewoon op hun arm plaatsen. Dat heb ik ook gehad. Ja. Ik heb een keer iemand gehad die zei een foto van, kijk, ik heb... die zei, sorry, ik heb jouw kalligrafie gebruikt en die had het op pols, volgens mij, al-haq geschreven, weet je. En ik zei van, ik sta er eigenlijk niet achter. Ik zei, ik begrijp waarom je dat met mij deelt, maar ik zei van, het is niet waar ik mijn werk zie. Weet je, en een mooie canvas en een poster kan altijd. Ja, weet je opent de floodgates, weet je, om dat soort dingen te doen. En, je zou het zelf niet posten. Nee. Ik wou niet eens zeggen mooi, weet je. Nee. Want dan en ik kan het van, weet je, ik wil die persoon niet, weet je, disrespecten. Maar ik moest wel eerlijk zijn van, ja, hey, ik sta er niet achter dit. Maar ik begrijp als dat van jou mag, hè, als jij... Ja. Het was ook een niet-moslim, maar die had van dat mooie. En ik zei, ja, weet je, ik sta er zelf niet achter. Ik waardeer dat je met mij wilt delen. Het is wel heel belangrijk dat je er zo over nadenkt. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook... je wordt ook beproefd. Ja, sommige dingen zijn zo duidelijk, hè? Dat het geen beproeving is. Maar ik kan me wel herinneren dat er momenten zijn geweest dat ik dan gevraagd word flyer voor een event waar ik niet achter sta. En dan praat ik over een muziek-event. Ja, ja. En dit was toen ik nog veel jonger was. En dan had je een tijdje geen project. En dan denk je van, toen moet ik hem gewoon pakken, weet je. Het is gewoon mijn werk. Ja. En dan gaat dat meespelen. Dat is een beproeving. Ja. En dan moet je natuurlijk wel van leren. Maar alhamdulillah gaan er dan weer andere gates open. Waar je het soms niet eens van ergens vandaan zag komen. Vaak niet, hè. Nee. Vaak zie je niet waar die wegen. En dat is dat stukje vertrouwen en falen en succes allemaal samenkomt, weet je, tawakkul en ja, weet je, waar leg ik mijn vertrouwen? Kijk, ik zou niet zo snel me druk maken als ik bijvoorbeeld nu meer geen werk meer heb. Ja. Omdat ik, weet je, ik leg mijn vertrouwen in de last van Ozalen. En niet in de handen van Piet of Ahmed of die mijn werk gaat geven. Ja. Weet je, omdat die fase zijn we al voorbij. Ja. En daarom is het ook... ik denk ik ook wel heel erg belangrijk voor mij om terug te gaan naar het geloof. Constant terug te gaan naar het geloof. Weet je, niks doen zonder die concessie van, oké, weet je, wat zegt mijn geloof erover? Hoe denkt mijn geloof erover? Ja. Ik denk dat me ook sterk maakt en in elke stap die je maakt. En ja, alles ligt in zijn handen en in zijn macht. Ja. Dus, Facts, zoals ze dat zeggen. Abid, ik wil je bedanken voor je tijd. Geen enkel probleem. Een mooi gesprek. En het is zo'n gesprek van... We kennen elkaar natuurlijk een tijdje, maar ik leer nog steeds heel veel nieuwe dingen en details kennen. En inshallah. Ik wens je natuurlijk wel het beste. Ik volg natuurlijk en we werken natuurlijk altijd samen. Maar inshallah gaat... Hebben we nu ook een moment van als wij verleid worden, kunnen we onszelf herinneren van in dit gesprek hebben we dit en dit corrigeren. Gezegd. Corrigeren, ja, zeker. Het is de wereld ingegaan. Alhamdulillah. Dus alhamdulillah, barakallah fik voor dat. Wafik barakallah. En ook tof dat je zoontje wou meekomen. Ja, alhamdulillah. hij heeft een hele mooie bijdrage gehad, moet ik zeggen. Ja, ik denk dat we dat als een clip even apart moeten zetten. Barakallah fik en inshallah tot de volgende keer. Inshallah. Ja? Dankjewel. Shukran. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Wa barakatuh.